Alsjeblieft. Dank u. Mooi. Heel mijn ploeg had hem verdiend. Dus, het is ook de run dat ik hem heb gewonnen. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. En ja, de mensen die gestemd hebben op mij. Ja, dat is speciaal dat mensen zoveel om mij geven. En dat doet wel iets met mij. Ik ben Davinia van Mechelen, ik speel voor Club YLA en ik speel in de aanval. Ja, ik denk dat ik al van kleins af aan Club Brugge supporter ben, dus dat ik ooit hier zou spelen, dat stond al eigenlijk in de boeken geschreven. Toen ik bij de jongens speelde, moest ik altijd Club Brugge aan hebben, anders speelde ik slecht. Dus, maar dat heb ik wel moeten afleren toen ik naar Standaar ging natuurlijk, want ik ben in Standaar wel echt gaan testen met mijn tenietje van Brugge. Ja, harde supporter. Vorig jaar was Club Brugge ook kampioen en was mijn eerste date met mijn vriendje, dus dat is ook wel speciaal dat dat een date is, maar ja, dat is wel leuk. Ik heb nog nooit zo'n team gehad eigenlijk. Iedereen heeft mij hier opgevangen van minuut 1. Ik kom met iedereen super goed overeen, wat je ook niet vaak ziet in een voetbalploeg. Het is wel echt super professioneel en ja. Ik kan het een beetje vergelijken met mijn dingen in PSG. Het was eigenlijk qua professionalisme een beetje hetzelfde. Dus ja, leuk. Je kunt hier met iedereen terecht, over alles. Je hebt een mental coach, je hebt een diëtist, je hebt dokters, kines die echt altijd bereikbaar zijn. Je trainers zijn altijd bereikbaar. Onze teammanager Leo kunt je altijd bellen wanneer je maar wilt, wat natuurlijk voor mij super leuk is, omdat ik zo'n grote Brugge fan ben. En als je dan iemand als Leo in de staf hebt, dat is gewoon geweldig. Hè. Het team is wel echt een kracht bij Club YLA. Ik denk dat Leo daar ook heel fel op hamert en de staf ook. Maar ja, dan merk je ook wel dat iedereen elkaar iets gunt. En dat is belangrijk in voetbal. Want als je elkaar niks gunt, ga je meer aan je eigen denken. En dat is in Club YLA bij niemand het geval, dus dat is wel leuk. Op clubverband wil ik sowieso wel proberen een prijs te pakken. We gaan super hard ons best doen. In voetbal weet je nooit natuurlijk. En ja, mijn nationale ploeg wil ik wel volgende week het WK halen.